Hallo Black Legion, daar ben ik weer met een nieuwe part van Crysis 2. Ik heb inmiddels het probleem gevonden. Er zijn veel meer mensen die last van hebben. Het komt door HDMI-kabel. Als je HDMI gebruikt op een HD-monitor, dan flipt hij hem. Dat ligt aan de CryEngine. Hij zet hem dan, hij zorgt dat de game, zeg maar, die stuurt naar de monitor van hey, je moet in filmmodus gaan, 24 Hz. En daarom flipt hij hem zo. Je kunt alleen fixen door een paar keer Alt-Enter te rachen om Windows fullscreen te gaan. En V-Sync aan, uit. En dat heb ik een paar keer gedaan en dat is uiteindelijk gefixt. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar je hebt wel een hele grote mond. Oké. Maar in ieder geval, dat is de... Ik hoor van alles. Wat mij niet aanstaat. Maar het probleem is dus verholpen als het goed is. Dus dat is mooi. Ik hoor wel alles, maar ik zie niks. Tuurlijk, en je bent een echte Amerikaanse marine homo, meneer. Wereldlief. Alcatraz, current location. This is Colonel Barkley to all marine fire teams at the primary and secondary perimeters. I want a control fallback to the terminus by stages. Regrouping as you go. Our objective is full evac of civilians and wounded. Okay. And we will hold this station until it's done. Dus ze zijn bezig met evacuatie van alle mensen en ze hebben een uurtje om alle mensen naar de terminal te krijgen en dan gaan ze vanaf daar met een meter of zo, wat ik begreep, weg. Dat is een, dat is wel goed eigenlijk. Dat is lief van hun. Ze vechten niet alleen de aliens, ze bevechten niet alleen de aliens. Ze helpen ook nog de mensen. Dat is toch perfect. Sorry, ik neem dit nogal redelijk laat op en het laatste scherm, dan gebeurt geen hol en dan begin ik te gapen. Waarschijnlijk jullie ook wel. Train to catch, Bryant Park, New York Public Library, New York, August 24th. Oh, we zijn, wat is het nou? Welke augustus is het nou? Oh, het is, even kijken. Het is nu ook al de volgende dag. Het is de 26e augustus, zondag. Oké, dat is heel mooi. We zijn twee dagen terug in de tijd. Dit was dus eergisteren. Voor mij tenminste. Voor jullie eergisteren, denk ik. Als ik een beetje bekijk wanneer de video online komt. Is dat eergisteren. Dit is wel fucking ziek. Ik hoef al die onzin dingen niet. Oprotten. Het is hier lekker druk. Het zit hier vol met tessellation. Het is echt fucking extreem. Maar toch kunnen we nog steeds met 60 frames per seconde opnemen. Dat is toch gewoon geweldig. Alsjeblieft, recharge. Ah, kut ding. Kom hier, jongen. Oh. Health critical. Ja, we leven nog en er is niks meer aan de hand. Mooi. Oh, get out and play, jongen. Kom hier. Jij ook daar. Hekel aan die botjes. Billboards. Pff. Normaal voor mijn werk moet ik, nou ja. Zulke dingen maken, zeg maar. Dat is mijn vak. Dat is voor mijn werk. Maar voor mijn vak. Onder andere dat. Billboard dingen maken. En waarom heb ik dat ding opgepakt? En ik had er al een, volgens mij. Oh, toch niet. Het zal wel. We gaan hier naar binnen. Open met die deur. Open trappen sowieso. Kijk, we trappen altijd alles open. Hey, we zijn aan het glijden. Oh. Dit ziet er fucking ziek uit. Holy fuck, dit ziet er nog veel zieker uit. Pick up a jaw. Ik zie helemaal niet wat het doet. Holy crap.
Whoa! Ziek shit. Dat zijn een paar goede kogeltjes, hé. We moeten dat ding niet herachten, dus wat ik begrijp. Het is allemaal leuk en aardig. Ik ga eerst even die enemies die er allemaal zijn neerrachen. Maar we zijn er nog lang niet. Volgens mij is dit part 9 of 10 of zo. Oh crap, dit is een big dude. Maar we zijn er nog lang niet. Dus ik vraag me af hoe die dude het een 5 uur heeft uit kunnen spelen. Maar hij was waarschijnlijk niet met de commentary bezig. De commentary duurt altijd lang, omdat je wat meer aan het praten bent en allemaal wat langzamer speelt. Dat sowieso. Wat nou weer? Is in ieder geval één hit. Nou de rest. Big dude. Alweer één. Dit zijn wel mooie grote battles op zich. Oh fuck. Oh, die helikopter is boven ons. Yep. Kom maar, helikopter. Ik weet niet meer. Wat de hel zijn die dingen aan het flippen? Dat was wel raak, maar niet goed genoeg. Oké, we gaan die shit hier eens even bevechten. Nee, niet die hammer, jongen. Hier met dat ding. Nou, grenades weer terug. Wat moet ik doen eigenlijk? Wat staat daar? Bring the missile batteries online. Oh. Dus ik had die rockets daar helemaal niet op hoeven te schieten. Geweldig, hè. Oh, fuck. Uh-oh. Low energy en low HP. Dat is niet zo'n goede combo. Nee, we gaan hier dood. We gaan hier dood. Dat was het, Black Legion. We gaan dood. Nee, we gaan niet dood. Haha. Ik heb gelogen. Blijkbaar. Oké, dat is één. Nice Sam. Sam dingen. Is er nog eentje dan? Yep, nog één. Kom hier, jongen. Fuck, niet van die blauwe dingen gaan schieten. Die zijn eng. Die smurfbom is eng. Oké, nou jij hier nog, big dude. Of is hier de big dude meer? Nope, is geen big dude meer. Staff. Dat gaat lekker, dit. Niemand gebruikt dit ding, toch? Kunnen wij hem beter meenemen. Oké. Mee daar naartoe, naar de nieuwe battery. Rennen door het park heen. Kom op Alcatraz, we kunnen dit. We kunnen dit, Alcatraz. We hebben hier zo'n lange training voor gehad. Voor het lopen met een... heavy machine gun. Door enemy territory dinges. Achtige zooi. Daar hebben we zo lang op geoefend. Nou moeten we toch wel kunnen. Kijk, zijn we dan. Dingen aan de kant gooien. Hij is aan. En wat nu? Mooi. Beide zijn online. Fall back through the public library. Oké. Okay. Staff. Sweep for survivors. Fuck af, jongen. Ik ben de survivor en ik ga weg. Holy crap. Oké, ik ben aan het rennen, geen paniek. Ik kom eraan, oh crap, dropships. Oké, dat red ik nooit, gewoon naar binnen. Wacht, drop die maar, want anders bugt het weer waarschijnlijk. Things of veel bugs. Bam, deur op trappen, natuurlijk. Wat moeten we doen? Jullie gaan niet mee? Wat zijn jullie voor mietjes?
Oh, wacht. Hij beukt hem nou toch niet. Dan neem ik hem ook mee ook. Ik weet niet wat hier binnen zit, maar... Het gaat over survivors, maar... Ik denk niet dat hier nog iemand leeft. Persoonlijk. Zullen een cloak gaan voor het geval dat? Oh, activate armor mode, zegt hij. Oh, ik moet door het vuur heen lopen. Danger. Hey, dat is weer die witte. Die witte zit er wel vaker in, maar wat die doet weet ik niet. En dit is dus de public library. Dit is normaal gewoon de beep in New York. Het is een belachelijk groot ding. De beep die wij hier hadden was echt een belachelijk klein ding ook trouwens. Nou hebben we een of andere bibliobus. Dat is waarschijnlijk de meeste van jullie wel. De beeps zijn echt weg aan het gaan. Niet dat ik er eigenlijk kwam. Dat moest voor school altijd. Maar... Dit is gewoon een ziek grote bibliotheek. Het is echt gewoon immens. Hey, de witte man. Michael Jackson. Ook al. Ja. Ik kom er al aan. Hij helpt ons trouwens, die alien. Want hij rent ook weg naar waar wij toe moeten. Oké. Okay. Come over the ridge. Het lijkt net Normandy. Coming through the beach. Take fire, fire! Staff. Dat is 1. Dat is 2. Het is wel mooi dat we kunnen vallen in armor mode. Verrekte handig. Dropship. Yay, nog meer enemies. Bring it, bitches. Kogels heb ik nog 10. Dat vliegt vast wel ergens naartoe. Mooi. Catalyst. Het verbaast me trouwens dat ze het nano catalyst mogen noemen. Deze game is namelijk in samenwerking met EA zo'n beetje gemaakt. Ah, met EA. Het is van EA. Een samenwerking tussen EA en Nvidia gemaakt. En Catalyst is het programma van AMD. De grootste rivaal van Nvidia. En een crap company in mijn mening. Maar, of crap company. Ze maken hele goedkope videokaarten die wel goed zijn. Alleen wil je de full deal hebben en gewoon de meest awesome dingen hebben. Zoals physics in principe. En al dat spul, dan moet je toch echt wel bij Nvidia zijn. Dus voor de beste gamebeleving vind ik dat je Nvidia moet hebben. Dat is mijn mening. Maar in ieder geval, dat systeem heet dus Catalyst. En bij Nvidia is gewoon Nvidia Control Panel. Bij AMD heet het Catalyst. Maar het verbaast me dus dat ze die naam mogen gebruiken. Van Catalyst. Maar aan de andere kant is Catalyst ook gewoon een normaal Engels woord wat overal gebruikt wordt. Dus qua dat zit er ook wel weer logica aan. Maar als ik Nvidia was, dan had ik gezegd van nee, nu wil ik ook een andere naam ervoor. Noem het maar nanopunten. Uh-oh. Hallo. Jij bent enthousiast dat je opeens bij me komt zitten. Ik ken je helemaal niet, kom eens hier. Kun je wat beter leren kennen? Kom maar. Het kan alleen als je dood bent. Anders kan ik je niet onderzoeken. Oké, het duurt lang. Oh, zijn er minder. Weer een minder. Oh, nog niet eens. Maar nou is het wel minder. Hey, vriend. Nog eentje toch? Nog eens. Oh, Tony. Lol. Door wat ging die dood aan? Spontaan, hij moest poepen en heeft geen Activia gehad ofzo. Dus zat hij met een verstopte doorgang. En toen is hij ontploft van binnen. Dat is waar mijn fantasie mij leidt. Waarom die ene dood ging. Uit het niets. We gaan naar het hele park heen. Dat is wel vet. Wat nou weer ook crap. Oh fuck, heavy. Niet zo lief. Wacht. Heavy. Ik heb een rocket voor jou. Ik heb een cadeautje. Kom maar.
Through the decon tent. Oh, daar gint. Zo. Is die grote al dood? Kan ik mijn punten collecten? Ja, mooi. Ziet er wel echt mooi uit zo. Mooie fontein ook. Prachtige fontein. Ik wou dat ik hem achterin de tuin had. Nee, eigenlijk niet trouwens. Het is wel een mooie fontein voor als je de oprit of zo. Dat je door hem heen kunt rijden met je auto's. En geen grindpad, want dat is zo irritant en kut voor de auto's. Als je nou een beetje gas wil geven of zo. En je spint iets met de wielen. Dan heb je allerlei stenen door je ruit heen, zeg maar. Van het huis en van de auto. Dus dan moet je gewoon asfalteren en om de fontein in. Dat is wel mooi. Dat heeft wel iets. Oké, okay. Checkpoint reached. Dat is exact hetzelfde sluisding, zeg maar, als in het begin, part 1 zo'n beetje. Hallo. We kunnen hier allerlei wapens uitkiezen. Zoveel zijn er eigenlijk niet helemaal in de game. Er zijn eigenlijk weinig wapens qua dat in de game. Oké, ammo is vol blijkbaar. We gaan eens even kijken wat hier aan de hand is. In deze mooie tent. Out to the vehicles. Let's go, let's go. Oh crap. Gelijk weer een gevecht. Kom maar van gevecht in gevecht. Oh crap, ik vind dit helemaal niet fijn. Dit ding zit in de fik. Dit ding ontploft zo. En wat ga ik doen? Erin zitten. Nee, ik ga deze detachen. Zolang het nog kan. Nee, armor mode. Voordat het ding ontploft. Dan gaan we nu vriendjes maken. Voor zover dat kan. Oh, zo'n big dude. Om big mama. Kom op jongen, ga weg. Wat ben jij maar aan het gooien naar mij? Ah, wacht maar, we schieten wel op hem. Dat is het beste, denk ik. Hij heeft een schild, dat is wel stront irritant. Blauwe dingen heb ik een hekel aan. Ja, get the gates open. Ik wil eerst mijn 500 punten. Ja, rustig jongen. Ik moet eerst mijn ding hebben. Mijn puntjes. Dan zal ik alles voor jullie doen. Als ik mijn puntjes heb. Deze gate of welke gate? Die gate. Jullie staan ernaast. Je kunt zelf die gate ook wel open doen. Fucking hell. Oké, die 13 kogels schieten we nog wel even weg. Zo, op. Get in the armored car. Hey, the fuck jongen, ze rijden mij aan. En vervolgens drammen dat ik er niet in zit. Fuck af jongen. Kom dan. Oké, daar gaan we dan. Kijk, push. Dit is een MG die zelfs een baby nog kan gebruiken. Zoals je ziet. Want je hoeft alleen maar op dit te drukken. En dat zorgt voor dat je schiet. Dat is toch gewoon kinderspel. Dat is nog makkelijker dan een vierkantje in zo'n kinder. Ja, zo'n kinderspeelgoed. Dat je een vierkantje moet drukken. Driehoekje in driehoekje. Dit is nog makkelijker. Dus je kunt zo'n heavy machine gun in Crisis makkelijker en een baby leren wat hij moet doen. Gewoon schieten, klikken, drukken. Hoe je het wil noemen. Dan hem leren een vierkant blokje in een vierkant blokje te steken in plaats van een driehoekje wat nooit gaat passen. Het mooie was altijd wel volgens mij dat het driehoekje in, ja, sowieso in het vierkantje past. En het rondje past ook in het vierkantje meestal. Als je de goedkopere versie had. Als je de duurdere versie had, hadden ze het rondje net iets groter gemaakt. Zodat de rondingen net buiten het vierkantje vielen. Dus dan past het. Ja, ja. Ik herinner mij allemaal nog. Nee, dat eigenlijk niet meer.
Maar dat was weer iets leuks aan de zijkant. Ik weet niet of iemand het interesseert, maar bij deze heb je nog iets geleerd. Ondertussen moeten we weer laden. Een safe haven. Central Station. We zitten nog steeds eerder gisteren. Ammo hebben we nog wel. Wat is hier te beleven? Hoe is hij voor? Ah ja, met je move. Reach the station exteriors. Heads up. Movement on the street. Movement on the street? Uh oh. Oh ja. Wat zijn dat lelijke dieren ook eigenlijk? Alcatraz, get that gate lifted! Dan moet ik een gate liften daar. Maar ik zit in cloaked, dat wil ik helemaal niet. Open the gate. Oké, okay, de gate ging open, maar ik ben nog steeds in cloak. Okay, move. Hopelijk ziet niemand mij. Niemand ziet mij. De enemies hebben mij niet gezien. Dat scheelt weer een enemy. Alleen die pingpong, pingpong geluid dat space in elkaar had. Ping, 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 ping. Omdat er wel een enemy bij ons staat. En nou worden we wel gezien, denk ik. Nee, nog niet. Die deur is afgeleid. Dat is mooi. Oh, die deur is afgeleid door die zijn dode vriendje. Kom maar hier. Nou, ben ik niet goed, jongens. Holy crap! The fuck ontplofte daar allemaal. The fuck, dat was echt ziek. Dikke ontploffingen daar. Friendly. Motherfuckers, zijn friendly. Dat hadden jullie dus. Ik kan het zeggen. Beetje mij schieten, vuile nakkers. Oké. Okay. Wow. Good luck, dank je. Komt helemaal goed, jongeman. Ik zal vast wel heel veel plekken missen voor souvenirs of zo, maar ik let er niet echt op als ik heel erg ben. Dat me niet heel veel boeit. Laten we het zo zeggen. Normaal boeit mij die ding altijd, dat weten jullie, maar deze keer niet. Het zijn er zoveel en dan zijn we zo godslang bezig. Daar heb ik gewoon geen behoefte aan om me daarmee bezig te houden. Oh ja, we moeten nog even een slotkopje opzetten. Ja, mooi. Open de deur maar. Onyx building, holy crap, daar ginds. Ja. Oké, okay. Oh. Wel vette mooie blauwe dingen. Holy crap, jongen, die explosies. Dat is echt niet te zuinig. Kunnen we hier overheen lopen? Oh, kijk, zo heb ik Samters. Oh, fuck. Oh, nee. Moly. Ja, ik zei echt holy moly en ik weet dat het heel gay klinkt. The kick-ass guy in a suit Delta was talking about. Ben ik een kick-ass dude in a suit? Blijkbaar zijn wij een kick-ass dude in a suit. Sniper, nah. Doe niet. Dat was niet zo handig. Wat beter armor mode kunnen doen. Kom hier, jongen. Zeg ik, bash je wel. Zo moeilijk gaan doen. Kunnen we hier door? Kunnen we hier door? Wacht, als we nou in sneaky mode gaan, dan komen we er heel makkelijk. Oké, okay, lekker fel verlicht. Ja, maar ze zien ons nu niet.
Dus dat is wel super chill. Holy fuck, jongen, al die explosies. Het gaat hier wild aan toe. Maar waar moeten wij heen eigenlijk? Ik zal even kijken. Wat is dit? Acquire. Oké, we moeten daarheen. Find and prime the detonator. Dus we moeten daarheen. Verplicht. Oké, low energy. Dan gaan we hier achter zitten. Dan zien ze ons dus nog niet, hopelijk. Hebben we iets geacquired nu inmiddels? Nee, we komen naar beneden. Oh, hallo meneer. Fucker. Serieus, waar moet ik acquiren? Uh-oh. Ik ben screwed. Yep. Ah, we gaan er. Wow, dit ziet er fucking immens uit. Dit ziet er zo fucking ziek uit, joh. Niet te zuinig. Zo groot. In de bosjes, in de bomen kun je me toch niet zien. We gaan gewoon daar naar binnen. Ik weet niet wat ik daar moest acquire, maar... doe mijn best, ik krijg alleen niks. Oké, jij bent dood. Ik had heel erg beschoten hier. En collectible. Oh fuck. Niet jij, rode dude. Rode dudes zijn irritant. Oh fucking hell. De hele familie hier. Staff, staff. Staff, jongen. Enemy power. Oh crap. Nog meer. Oh, mensen willen hier wel niet binnenkomen. Fucking hell. Ik zit hier screwed. Sly, oké. We hebben het gered. De detonators. Oké, dat is één. Twee meer. Iets klopt hier niet. Hey, Grendel, dat is een nieuw wapen. Maar die wil ik niet. Ik wil die ranged mod houden, want die is chill. Deze is echt chill. Die heeft ons net echt gered. Oké, maar hier ook dus enge geluidjes. We moeten hier nog naar beneden. Even uit. Vertrouwen het hier voor geen meter. We komen geen één enemy tegen. Dat is toch raar. Kan toch niet. Oh, het staat hier onder water zelfs. Oké, make safe distance. Daar dacht ik al dat er één in zou gaan. Waar zijn die squids dan? Hoe daar ben jij? Oké, en een cloak. Checkpoint reached. Oké, we hebben het gehaald. We gaan hier wel even achter hiden. Oeh, wat spannend dit allemaal. Dat meen ik serieus, het is echt spannend. Waar moeten we nou weer heen? Resupply? Nee, dat moeten we niet. Reach safe distance. Oké. Okay. Dat moet wel lukken. Oeh, het een mooie waterval, fontein ding. Dit is wel de fijnste manier om zo, oh crap, allemaal zo chill eromheen te gaan doen. Je kunt wel, als je er behoefte aan hebt, kun je wel iedereen neer gaan gunnen, maar
Je wilt niet weten hoe lang je dan bezig bent. Dat is echt een ramp. Namelijk. Maar we redden ons zo prima, volgens mij. De safe distance, waar is dat? Oh, daar zijn we voorbij. Crap. Oké, okay, zo. Oh fuck. Zijn we daar net voorbij gelopen? Oké, okay, dan rennen we hier wel langs. Dan gaan we hier als een zwerver onder de brug zitten. Oké, okay, hier naar boven. Hoe komen we boven? Met de lift? Met de lift. Oh, oh. Maar even wachten nog. Staff. Somebody get detonator. Daar. Ik hoor van alles wat me niet aanstaat. Veel staat geluid ook. Waar is die detonator? Oké, okay, we hebben de detonator. Klik. Oh fuck. Nee. Grote dude. Dat was een verrassing. Oké, okay, klik. Alsnog. Want wij hebben een master suit aan natuurlijk. Daar komt die big dude aan. Uh-oh. Big dude, kijk achter je. Hij kreeg al een steen op zijn kop. Holy crap, die trein. Dankjewel, trein. Ik zal nooit meer mopperen op de NS. Nou ja, eigenlijk wel, maar jullie zijn de NS niet. Jullie waren een keer op tijd. En dat is NS nooit. Dus dat was gewoon Amerikaans. Dit is de Japanse trein. Die rijden altijd op tijd. Altijd. En nou is opeens alles dood in de hele wijde omgeving. Oh, we cover you. Ja, daar ben ik mee bezig. Oh crap, nou opeens bast het wel ofzo. Iedereen weer aan het schieten. We springen gewoon over de muurtje heen. Denk niet dat we dit redden. Ah, wel. Nice. Hebben wij even geluk. Oké, gaan we hier weer binnen door. Dit beviel wel goed op de heenweg. Moet ik zeggen. Kunnen wij hier ook naar boven klimmen? Ja, kijk. Secure the entrance. Heavy incoming. Ben ik daar blij mee? Nope. Kom hier. Welke entrance? Waar is dat ding daar? Waar is die heavy dan? Oh. Hallo, niet te missen ook weer. Nee, 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 nee. Dom plan, stom plan. Achterlijk plan. Reloaden. Hebben we niet meer wat aan. Wat, ben je dood? Hij is dood. Sterf, jongen. Als een baas. Oh, we moeten via beneden. We moeten via beneden. Unlock new music. Yay. Het probleem is. Ik wou nou de part eigenlijk afsluiten. Maar dan moeten we eerst weer die video bekijken. Dat is geen probleem. Maar dan gaan we laden. En dan zitten we dom te laden. En dan praat ik nog 10 seconden en is het afgelopen. Dat vind ik een beetje lame bij deze game. Maar oké. Okay. Dat maakt niet uit. Denk ik. Denk niet dat jullie het een probleem hebben. Jullie doen nooit zo moe. Normaal gesproken. Dus we gaan Armored Escorts Detailed for Each Train. Dus we gaan nu 3 treinen wegsturen naar ver weg staan. Naar Auschwitz, zeg maar. Met allerlei mensen erin. 5 treinen zelfs. Ook beneden nog. Elk een andere kant op. Oké. Okay. Interessant. Dat is een heel apart leuk plan. Kijken of het gaat lukken. Ik
denk van wel, eigenlijk. Maar ik denk niet dat het gaat zonder ons. Want wij zijn wel erg belangrijk in deze game. Anders waren ze net al helemaal dood geweest. En de vorige keer daar dachten we. En alles nog wat. We zijn wel behoorlijk belangrijk in deze game, vind ik. Onze Alcatraz. We hebben kunnen magnetron gebruiken. Vet cool. Dat is toch wel een reden om deze game te kopen. Je kunt een microfoon. Een microgolf. Zoals ze dat in België zeggen. Een microgolf. Kun je gebruiken en wij noemen het een magnetron. En de Engelsen en de Amerikanen noemen het een microwave. Een kleine zwaai, zeg maar. Maar eigenlijk gaat het over de microgolf, zoals de Belgen het noemen. Het gaat over de golven, de straling. Dus eigenlijk wat dat. En het gaat in een waveform. In een golfvorm. Dus microgolf. Dus eigenlijk is het Belgische woord er eigenlijk voor is logischer. Microgolf dan magnetron. Want er zit geen magneet in ofzo. Magnetron. Tron komt ook niet van de film. Maar ik ben me gewoon wat aan het bazelen. Zodat eigenlijk dat laatste ding niet voor niks was. En dat jullie nou nog hele nuttige informatie hebben gehad. Maar ik sluit nou wel af. Later.